Wessel Kemenk, Nederlandse beachvolleyballer uit Schiedam. Je verliest hem vanavond. Hoe erg baal je? Ja, zaterdag baalden niet zo heel erg. Dat was gewoon een heel goed team. Maar vandaag hadden we echt wel kansen. Dus dit was echt wel... dit is wel even balen. Waar hebben jullie het laten liggen vandaag? Ja, aan het begin eerste set. We beginnen met 5-0 achter. Ik paas net niet lekker. De set komt net niet lekker uit. Daar wilden we wel op focussen. Dat is jammer. En de tweede set maak ik gewoon te veel fouten. Dat is gewoon jammer. En dan halen we net te weinig ballen terug. Dus dat, ik had een stuk beter kunnen spelen vandaag. Wat heeft dit voor gevolgen voor de rest van het toernooi voor jullie? Nou ja, als we nu nog door willen als beste 8 nummers 3, dan moeten we morgen winnen. Maar dan moeten we morgen ook dik winnen. Dus het ziet er niet super rooskleurig uit. Ziet het wel gebeuren of niet? Ja, we kunnen morgen zeker wel winnen, maar als ik speel zoals ik vandaag gespeeld heb, dan wil ik daar nog even niet aan denken. Dus ik maak morgen gewoon een nieuwe dag en zien we morgen wel weer. Los van het resultaat, je staat hier te volleyballen midden op de Dam. Hoe is dat? Ja, dat is wel echt heel gaaf. Zeker zaterdag, toen we ook kwamen voor de eerste keer, was wel echt even extra keer slikken. Maar ja, dat is gewoon heel gaaf dat je hier mag staan. Niet een beetje jammer dat je niet in je eigen stad speelt, Rotterdam? Ja, weet je, het zit hier helemaal bomvol. Dus ik denk niet dat je van jammer kan spreken als er 2000 man op de tribune voor je zitten. En ook nog mensen nog staan, gewoon omdat de plekken te weinig zijn. Dan kan je niet van jammer spreken. Dit is gewoon prachtig. Hoe erg geniet je hiervan? Ja, zaterdag wel heel erg genoten. Vandaag ook wel bij vlagen. Maar vandaag overheerst toch wel een beetje de teleurstelling. Want dit ben je ook niet gewend, neem ik aan. Nee, dat niet. Nee. Midden in de stad spelen, dat doen we wel vaak met beachvolleybal. Maar dat er 2000 man zitten in een vol stadion, dat gebeurt niet heel vaak, nee. Nee, want we kennen jou ook van als een speler in de zaal natuurlijk. Je hebt bij Fusion gespeeld. Ja, dat is heel wat anders natuurlijk. Ja, dat is iets heel anders. Dat is ook Eredivisie. Dit is gewoon een WK. Dit is tot nu toe het grootste WK ooit georganiseerd. Dus dat is niet te vergelijken. Hoe kijk je terug op je tijd bij Fusion? Ja, dat was prima. Ik heb daar gewoon alles gespeeld, dus dat was goed. Ik heb me daar doorontwikkeld, dus daar kijk ik gewoon met prima gevoel op terug. Hoe kom je dan hier terecht? Ja, ik had op een gegeven moment, ik heb altijd bij Jeugd en Jong Oranje gezeten in de zaal. En op een gegeven moment houdt het op. En als je dan nog niet goed genoeg bent voor Oranje, dan doe je niks in de zomer. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik beachen. Dat doe ik nu 2 jaar en ja, op zich vrij aardig. Hopen op een stuntje morgen? Ja, zeker. Hopen op een stuntje morgen. Succes erbij. Dankjewel.